Goedenavond, dames en heren. Het is buitengewoon voorrecht dat ik op zo'n historische bijeenkomst dus aanwezig mag zijn. De eerste keer hier in het nieuwe gebouw. En dat er nog maar veel prachtigs mag plaatsvinden. Mij is gevraagd of ik dan nog maar eens een keer wil uitleggen waarom ik van mening ben dat Wilders een fascist is. En dat we er ook erg verstandig aan doen om het een beetje bij zijn naam te noemen. Namelijk dat het een fascist is. Ik zou hier ter inleiding van het debat drie dingen willen opmerken. Het eerste is dat het mij heeft verbaasd de discrepantie, het verschil tussen de publieke reactie die ik heb gekregen toen, 2012, toen in 2010, november 2010, dat programma mij hier verscheen. Ik heb denk ik niet één positieve recensie gekregen in Nederland. Het ging maar door. Negatief, negatief, negatief. En Bolkestein, lelijke stukjes. En ga zo maar verder. En, maar tegelijkertijd. Er zijn nu ondertussen 25.000 exemplaren van dat boekje verkocht. Iedereen, want op de achterkant heb ik een conclusie laten af. Tot iedereen kan zien wat mijn stelling is. En ik kan me niet voorstellen dat mensen die dit echt absolute onzin vinden. Ik bedoel dat die 10 euro aan zo'n boekje uitgeven. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat de hoeveelheid mails, dat liep naar ruim boven de 1000. Dus reacties die ik van lezers heb gekregen, dat was voor bijna 95% instemmend positief. Daarnaast is het zo, van dat boekje is nu uit in Kroatië, dit is nu net uitgekomen in Frankrijk. Het is terechtgekomen op het bureau van Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie. Die was zo aardig om mijn handgeschreven brief te doen toekomen met de mededeling, ik ben het helemaal met u eens. Die heeft het exemplaar weer gegeven aan zijn leermeester Mario Soares, de man die in Portugal de fascisten eruit heeft gemikt. De Portugezen gaan het nou uitgeven, Soares heeft een pagina groot stuk in de krant geschreven met de mededeling, ik ben het helemaal met Rob Riemens. Kortom, wat ik maar zeggen wil is, er is dus blijkbaar in Nederland een kleine academische politieke elite die van mening is van dat je dit soort dingen niet mag zeggen, misschien dat je ze niet eens mag zeggen, maar zij zijn veel minder representant voor de lezers, die mijn boekje hebben gelezen en ook hoe er in het buitenland op veel meer ontspannen wijze hier naar wordt gekeken. Dat is één. Twee is, ik snap de overspannen reactie niet op mijn stelling dat we met Wilders het fascisme weer in huis hebben, om twee redenen. Het eerste punt is, we zijn gewaarschuwd. We zijn gewaarschuwd na de Tweede Wereldoorlog, in eerste instantie door zowel Albert Camus als Thomas Mann, die in 1947 onafhankelijk van elkaar, maar in hetzelfde jaar zeiden van, Europa let op, die oorlog is wel voorbij, maar dat fascisme is niet voorbij. Omdat beide zich bewust waren van het feit dat het fascisme een verschijnsel is dat inherent is aan het verschijnsel massademocratie. Het is een ontaarding, het is een bacil, zoals Camus uitlegt in de pest. Het is een soort van kankergezwel dat altijd weer de kop kan opsteken. En niet alleen deze twee heren hebben het gezegd, maar Primo Levi in zijn boek De Geredden en de Verdronkenen, min of meer zijn testament daarmee, heeft een einde aan zijn leven gemaakt, zegt precies hetzelfde punt. Van luister, de reden waarom wij dit schrijven en wij willen dat jullie dit weten is gebaseerd op het volgende. Het is gebeurd, dus het kan altijd weer gebeuren. En ja, dan zal het op een andere manier gebeuren, in een andere context, dan gaan ze nog verder. Maar Europa, gebruik je hersens, denk niet dat dit voltooid verleden tijd is en dat is wat er weg is. En dan weer iets later, dan zitten we al midden jaren 90, de Italiaanse cineast Federico Fellini, die exact dezelfde opmerking maakt. Die in een van zijn memoires schrijft van luister, ik heb het allemaal aan de lijf ondervonden, ik heb het gezien en weet u, schrijft hij dan, wat de wortel ervan is, dat is de ontstellende domheid. Het is vooral de domheid in onszelf. En op het moment dat dat politiek gelegitimeerd gaat worden, op het moment dat onze gefrustreerde kant, als dat politieke uiting gaat krijgen, dan zit je 1-2 stappen verwijderd van het fascisme. Dus kortom, en dan is het trouwens wel interessant dat het vooral schrijvers, kunstenaars zijn, die ons attenderen op het feit, let op, je hebt hier met een verschijning te maken
die we één keer hebben gezien. En zolang onze maatschappij zo'n type massamaatschappij, massademocratie zal zijn, zal dit blijven bestaan. En wat heb ik dan ook in mijn boekje gedaan? Ik bedoel, ieder die het heeft gelezen of die het wil gaan lezen. Ik doe niets anders dan in grote lijnen de cultuurgeschiedenis schetsen. We beginnen bij Goethe, via de Tocqueville, na Menno ter Braak. En iedereen die dat leest, en dan tussendoor krijgen we nog wat Paul Valéry en Karl Krause. Nietzsche kan niet anders dan tot de conclusie komen van, verrek, dat gaat ook over onze tijd. Er is niet zo vreselijk veel verschil. Ondanks de iPad en de iPod en weet ik wat allemaal. Tussen de jaren 20, 30 van de 20ste eeuw en de tijd waarin wij nu zitten. Er is niet zo vreselijk veel verschil. Nou, en wat is dan het springende punt of wat is dan het grote verschil? Ik ben zo'n beetje doodgeslagen door mijn critici op het punt van dat ik niet met een definitie kom. En als je geen definitie hebt, dan weet je niet wat het is. En dus als je niet weet wat het is, hoe kun je dan zeggen dat iets is wat het is, als je niet weet wat het is, omdat je geen definitie hebt? Nee, zo zit het niet. En dat gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door tot vervelend toe. En dan dacht ik op een gegeven moment bij mezelf van, wat is er in godsnaam met die universiteiten aan de hand? Om twee redenen. Op de eerste plaats, ik snap er helemaal niets van dat ik, als het gaat om dit verschijnsel, wilde, zoals je nou populisme noemt of fascisme noemt, maar ik hoor de universiteiten op geen enkele wijze. Ik hoor geen politicologen, ik hoor geen historici, ik hoor geen filosofen. Ik bedoel, alsof ze murm geslagen zijn, of alsof ze de krant niet lezen, alsof ze niet in de maatschappij geïnteresseerd zijn. Maar vanuit de universiteiten gebeurt helemaal niks. Dat is erg. Twee is, blijkbaar niemand van die lui heeft nog ooit de moeite genomen om het vak wetenschapstheorie nog eens een keer uit de kast te halen. En als ze dat hadden gedaan, een stukje wetenschapsgeschiedenis hadden betracht, dan zouden ze terecht zijn gekomen bij het fenomenale essay wat Giambattista Vico in 1708 in Napels houdt. Iedereen kan het lezen, want het is vertaald door de historische uitgeverij Groningen en het boekje is nog steeds te koop. Ik kan iedereen dat boekje zeer aanraden. Het is de beroemde lezing die Vico houdt over aard en doel van de moderne wetenschap. En wat doet hij? Hij gaat het debat aan met Descartes. En hij zegt in die, dat was een opening van het academisch jaar, dan zegt hij van, luister, we hebben nou meneer Descartes en die heeft een bepaalde visie op de werkelijkheid. En hij heeft een bepaalde visie op wetenschap. En zegt Vico, dat is een prachtig model. Dat is een prachtig model. Maar het is een wetenschapsmodel dat alleen maar kan functioneren op het moment dat je de natuur wil bestuderen. Als wij de natuur willen bestuderen, ja, dan hebben we dat model van meneer Descartes nodig. Maar zo gauw het gaat over de menselijke natuur en de menselijke omgeving, dan heb je helemaal niets aan dat model van meneer Descartes. Om de dood eenvoudige reden dat het menselijk bestaan en de menselijke omgeving per definitie zich niet in definities laat vangen. Misschien erg vervelend, slecht nieuws voor de dames en heren wetenschappen, maar er is geen definitie van rechtvaardigheid, er is geen definitie van geluk, er is geen definitie van vriendschap, er is zelfs geen definitie van socialisme, daarom heb je er ook 30 varianten van, en ga ze maar verder. Dat is er niet. Wat er is gebeurd is dat de universiteiten, om aan hun centjes te komen via NWO of KNW en ga ze maar verder, zich allemaal in een wetenschappelijk modelletje hebben laten vastzetten. Daarom dat ze met die flauwekul aankomen zitten, dat ze op alles een theorietje moeten loslaten. Terwijl ze hadden moeten kunnen bedenken dat een Vico gelijk heeft van dat een x-aantal belangrijke fenomenen in ons menselijk bestaan, die zijn niet te vangen in dat wetenschappelijk model. En dan heb je, dat is het pleidooi van Vico, dan heb je literatuur nodig, dan heb je historische kennis nodig, dan heb je poëzie nodig, dan heb je filosofie nodig. Dat is wat we nodig hebben. Maar goed. Ze hebben het boek niet gelezen, ze zijn dat allemaal vergeten. Ze zijn voor een wetenschappelijk status afhankelijk van het feit dat ze net kunnen doen alsof zij ook een echte wetenschap zijn. Maar sociologie is geen echte wetenschap, niet conform dat model. En de humanioren zijn ook geen echte wetenschap en geschiedenis is ook geen echte wetenschap. Ik bedoel, dat weten de bergenwetenschappers dat het allemaal geen echte wetenschap is. Maar goed, ze zijn erin gevangen gaan zitten en dat is de enige verklaring die ik kan verzinnen waarom ze zo wanhopig op zoek zijn naar een definitie van iets wat zich niet laat definiëren. Laat dat malle idee van dat alles gedefinieerd moet kunnen worden, laat dat weg. En je gaat zien, en dat is dan mijn slotopmerking,
dat een oud wijs man als Robert Paxton, die dat briljante boek heeft geschreven, The Anatomy of Fascism. Paxton, dat is een nu 84, 85-jarige historicus in Amerika. Die man heeft zijn hele leven lang niets anders gedaan dan alles uit de periode van het fascisme bestuderen. En als een soort van testament schrijft dan een boek. En hij komt tot dezelfde conclusie. Nee, het laat zich niet definiëren. Je moet het zelfs ook niet proberen te definiëren. Want dan mis je het op het moment dat het zich voordoet. Want het zal zich altijd voordoen in een andere vorm. Nee, ze gaan niet meer in gekke zwarte pakjes lopen. En ze gaan ook geen gekke gebaartjes meer maken. En ze zullen ook geen hakenkruisje meer hebben. Dus grote kolder om zo te denken. De karakteristieken zullen wel hetzelfde zijn. Er zal altijd een charismatische leider zijn. De charismatische leider zal altijd een populist zijn, want je krijgt de massa alleen maar mee op het moment dat je roept wat de massa wil horen. Ze zullen altijd met een zondebok werken, dat doet meneer Wilder. Ze zullen altijd de politiek van ressentiment betrachten, en dat is wat ze doen. En ze zullen geen enkel, maar dan ook werkelijk geen enkel positief idee hebben. Kijk, hoe verschillend wij ook politiek staan, en of nou links staan of rechts staan of wat dan ook. Je mag ervan uitgaan dat elke politieke stroming op een of andere manier iets positiefs heeft in te brengen. Hè? Bij de VVD met heel veel goodwill kun je zeggen, ja, god, maar ze staan voor een bepaalde vorm van vrijheid. En de christendemocraten zullen misschien ook wel iets hebben en gaan ze maar verder. Kenmerkend van het fascisme is dat het 0,0 positieve ideeën heeft. En meneer Wilders heeft ook helemaal geen ideeën. Ik bedoel, daar heeft hij dan weer meneer Bosma voor. En meneer Bosma is gespecialiseerd in het verspreiden van leugens. Niets anders dan dat. Want dat is ook een kenmerk van het fascisme. De techniek van de leugen. Ik laat het hier voorlopig bij. En dan wordt het daar ook over. Dankjewel. Ik neem mij nog van een zwander het woord. Ja. Ik wil beginnen met een aantal complimenten voor Rob Riemen. Geen zorgen, er komt daarna nog wel debat. Maar ik wil als eerste zeggen dat wat hij heeft gedaan, heel weinig hebben durven doen in de afgelopen 10 à 6 jaar. Dat is namelijk het taboe doorbreken en Wilders een fascist doen. Daarvoor zijn er enkele geweest die kritiek hebben geuit, maar het is inderdaad heel stil geweest. Ik weet nog dat Doekle Terpstra in 2008... kwam met het initiatief benoemen en bouwen, waarmee hij nog iets benoemde, nog iets heeft gebouwd. En bij het eerste beetje weerwoord zijn keutel introk en notabene nog zijn excuses aan Wilders aanbood. En hem daar nog eens een keer een punt mee liet scoren. Riemen heeft wel benoemd, noemt Wilders een fascist, krijgt van alles over zich heen, houdt zijn rug recht. En dat is lef tonen en dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Dus wat dat betreft is dit een debat onder medestanders die het gevaar van Wilders willen benoemen en alleen een debat hebben als het gaat om de precisie van wat is de voedingsbodem, wat zijn precies de kenmerken en wat is ook het antwoord. En laat ik als tweede niveau nog benadrukken van hoe reëel het gevaar is waar we het hier over hebben. Door heel Europa komen op dit moment extreemrechtse formaties op. Bijna zonder uitzondering zijn die doorbraken aan het maken. Jobbik in Hongarije, niet alleen maar een electoraal project, maar paramilitaire knokploegen die Roma-gezinnen over de kling jagen. We hebben de ware Finnen, de derde partij geworden. We hebben de Liga Norte in Italië, zichzelf soms neofascistisch noemen, maar die regionale verkiezingen nog in 2010 hebben gewonnen. Le Pen in Frankrijk. Het Front National, wat een hard gestaald nazi-kader heeft. Tussen de 12 en de 18% in de stemmen. We hebben de EDL, de English Defence League in Engeland. Een gewelddadige straatbeweging die haast om de week demonstreert. Al moet ik daar wel zeggen dat Engeland volgens mij de enige uitzondering is waar radicaal rechts probeert om doorbraak te maken, maar daar niet in is geslaagd. En ik zal er nog op terugkomen, want ik denk dat het te maken heeft met de strategie van de tegenstanders. Maar we kunnen zo'n beetje elk land langs gaan. Radicaal rechts is in opkomst. En dat heeft verschillende stromingen van hoe dat zich uit. Dat gaat om echte knokploegen, vooral de straat op gaan. Het gaat om oude
meer fascistische partijen, zoals het Front National, maar het gaat ook om meer de electorale projecten, zoals de ware vinden, die het alleen via verkiezingen spelen. Maar die verschillende bewegingen die zijn bezig met een kruisbestuiving, ze zijn van elkaar aan het leren en dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling, in het bijzonder in een context van een economische crisis. De vergelijking wordt vaak met de jaren 20 gemaakt en 30 als het gaat om de crisis. Die kunnen we ook in politiek opzicht maken. En wat dat betreft ben ik het eens. Er zijn alle redenen om de parallellen te trekken. Ze nu dan vragen de PVV daar zelf om met hun NSB-vlag. Hoe er wordt gesproken over een knokploeg in de Tweede Kamer. Er zijn allerlei redenen om parallellen te trekken. We moeten leren van het verleden. Daar gaat dit debat over. Ik vind dus dat je die parallellen moet kunnen maken. Waar ik van mening verschil is, dat ik denk dat Wilders en de PVV nog niet fascistisch zijn. Ik zal er zo verder op ingaan. Ik denk dat we meningsverschillen hebben over wat de voedingsbodem is van hoe radicaal rechtse formaties opkomen. En ik denk dat we ook wel verschillen over wat het antwoord is. En ik bedoel, dat wil ik ook wel benadrukken. Dit is niet zomaar een academische kwestie of puur intellectueel van laten discussie hebben over wat zijn definitie, wat zijn de kenmerken. Ik hoop, ik neem aan dat voor velen hier in de zaal het ook gaat om maar wat kunnen we dan uiteindelijk doen? En daarom doet het debat ertoe. De analyse die je hebt informeert over de strategie. Als de analyse is, we hebben een beschavingscrisis en dat is de oorzaak van fascisme, dan is een antwoord, dus we hebben een beschavingsoffensief nodig en dat is hoe we met fascisme kunnen dealen. Dat is in ieder geval wat ik in uw pamflet teruglas. Dus precisie over waar we het over hebben en ik denk trouwens dat een gebrek daaraan in de jaren 20 en 30 bij de tegenstanders van onder andere Hitler en Mussolini ertoe hebben geleid dat zij wel doorbraken hebben kunnen maken en naar het centrum van de macht hebben kunnen komen. Als ik Hitler zelf citeer, kort na zijn machtsovername, slechts één ding had onze beweging kunnen stoppen. Als onze tegenstanders de principes van ons hadden begrepen en vanaf het allereerste begin met de uiterste grofheid de kern van onze nieuwe beweging hadden verpletterd. Dus dat zijn de waarschuwende woorden nog van Hitler. Het begrijpen van wat zijn de precieze principes, wat is de aard van het beestje. Dus daar wilde ik als eerste nu op ingaan. Wat is fascisme? Wat zijn die principes? Of wat is die aard? Ik ben het eens met een heleboel van de kenmerken die u in uw boek schetst en ook net al aangaf. Waaronder fel anti-links, zondebok politiek, antidemocratisch, charismatische leider, een nadruk op het afzetten tegen het establishment, etc. Allerlei van dat soort kenmerken zijn ook wel bij de PVV aanwezig. En trouwens bij een heleboel van de stromingen in Europa. Autoritair, extreme vorm van neoliberalisme, voor politiestaatmethodes, identificatie met de war on terror, dat hebben ze allemaal gemeen. Maar ik denk wel dat er iets is dat fascistische organisaties en bewegingen onderscheidt van gewoon rechtspopulisme of gewoon autoritaire politiek. En dat is precies ook wat het zo gevaarlijk maakt als beweging. Dat is precies ook waarom we er denk ik precies over moeten zijn en niet alles wat autoritair of rechtspopulistisch is meteen als fascist zouden moeten bestempelen. En dat is dat het maakt met een hele specifieke beweging is, met een specifieke klassebasis en ook een hele specifieke functie. En ik zou dat willen omschrijven dat fascisme een militante massabeweging is. Vaak of altijd geworteld in de middenklasse en die in tijden van extreme crisis gebruikt kunnen worden om buiten de gebruikelijke kaders, om buiten de democratische burgerlijke kaders, om elke vorm van verzet van onderaf met grof geweld te breken. Dat is de functie geweest van de NSDAP, dat is de functie geweest van Mussolini, dat is de reden waarom ze ook zijn omarmd toen in tijden van crisis door het establishment. Dus dat is denk ik een cruciaal element wat er niet aanwezig is bij de PVV en bij Wilders, namelijk dat het een daadwerkelijke massabeweging is. Dat er een organisatie, dat er buiten de parlementaire kaders om op straat wordt georganiseerd, dat het iets is dat wordt gestimuleerd om op die manier een kracht op te bouwen die in staat is om dingen te bereiken die je niet met politie of leger zou kunnen doen. En
je ziet de kiemen ervan. En in zekere zin, ja, ik ben nog niet helemaal uit. Het is wel tegenstrijdig. Ik zie Bosma als een heleboel van de uitspraken op zijn boeken echt een fascist. Tegelijkertijd is hij degene die het idee van een jongerenbeweging en van meer zeg maar, aan de grond organiseren juist tegenhoudt met Wilders, omdat ze heel bang zijn dat het een dynamiek van zichzelf kan gaan krijgen. Dus de potentie is er wel, maar vooralsnog organiseert de PVV nauwelijks aan de basis, laat staan op straat. Dus het is één keer een demonstratie geweest in de steun van Wilders, en dan zie je trouwens ook meteen wat voor nationalistisch tuig daarop afkomt. Volgens mij de helft van de naties in Nederland liepen daar rond, niet wat er bekend van was. Dat is wat er meteen naar boven komt. En dat is waar Wilders heel bang voor is. Ik denk dat hij een machtspoliticus is die bijzonder instrumentalistisch is in hoe hij politiek bedrijft. En het moment dat hij puur door electorale politiek aan de macht kan komen, dan heeft hij die beweging aan de onderkant niet nodig, die in gevaar zouden zijn en ook in zekere zin een ontmaskering zouden kunnen teweeg brengen. Dus aan de ene kant zijn sociale, wat hij creëert als sociaal imago en respectabel politicus, wat hij nodig heeft om stemmen te winnen. Moment dat de krachten die er wel degelijk onder zitten losgelaten zouden worden, zou die daar door de mand vallen. Zouden mensen zien wat voor lelijkheid daar allemaal achter schuilt, dan zou dat sociale masker zou afvallen. Dus heel bewust wordt die tegengehouden, die dynamiek naar het fascisme wordt tegengehouden. En we zijn er nog niet. Ik denk dat die mogelijkheid er is, maar dat op dit moment de PVV niet een fascistische beweging is, wat ook iets zou betekenen voor wat de strategie zou zijn om daarmee om daar wat tegen te doen. Ik denk dat het op dit moment waanzin zou zijn om flyer uitdelende PVV'ers op straat fysiek te confronteren of van de straat af te drijven. Iets wat ik denk dat wel zou moeten gebeuren op het moment dat je een gewelddadige straatbeweging krijgt die mensen intimideren. Dat zou geconfronteerd moeten worden. Dat is niet een fase waar we op dit moment in zitten. Daarom doet die debat erover van wat is het precies. Nou, de laatste twee punten die ik aan wil snijden gaan over maar wat het dan ook precies is, of het radicaal rechtse formatie is zoals wij zeggen, of fascistisch, dan nog waar komt dit vandaan, wat is de voedingsbodem? En ik denk dat er een probleem is om te zeggen van dit is, het is gewoon een onderdeel van de moderne maatschappij, van de massademocratie, massamaatschappij, of hoe je dat ook precies zou noemen. Ja, ik zou dat kapitalisme noemen. En in die zin ben ik er mee eens. Ja, het is een product van kapitalisme. Het is iets van deze tijd. Maar vervolgens verklaart het gewoon vrij weinig voor waarom het op bepaalde momenten opkomt. En waarom niet? Waarom komen juist precies nu in de afgelopen jaren zo sterk door heel Europa dit soort formaties op? Door alleen maar te zeggen van het is een product van deze tijd, dat helpt te weinig om de grip op te krijgen van waar dat precies in zit. En ik denk ook dat er een gevaar achter zou van ja, het is de domheid om er gewoon de mensen die daarop stemmen af te schuiven als dom en te weinig begrijpen van waarom ze dat doen. Dus ik heb problemen met die analyse van waar het precies vandaan komt. Ik denk als je kijkt naar waarom stemmen mensen op de PVV, alle onderzoeken wijzen op twee hoofdredenen. Ten eerste is dat anti-establishment. Die zakkenvullers uit Den Haag, het graaiende tuig, een enorme woede over de verraders in Den Haag. Een proteststem tegen het establishment, één van de hoofdredenen. Het andere is racisme. Die buitenlanders, eindelijk gebeurt er wat aan, iets wat is gevoed door de jaren heen. Maar dit is niet iets voorkomt alleen maar uit de domheid van mensen. Dit is de weg is bereid door Bolkestein, door Scheffer, door de politieke partijen die dit hebben omarmd. Die bij frustratie die mensen hadden over wat er mis aan het gaan was bij de maatschappij, vanuit het vrijwel het hele establishment aan zondepolitiek is gedaan, in wat voor vorm dan ook. In ieder geval vluchtelingen, buitenlanders en recentelijk in het bijzonder door islamofobie. Dat zijn de redenen, motieven voor
mensen op de PVV te stemmen. En in plaats van, ik bedoel, dat dat dom zou zijn, ik denk in zekere zin zit een soort van voortschrijdend inzicht in van we kunnen de gevestigde partijen niet vertrouwen. Die hebben ons decennia na decennia verraden door aan de ene kant beloftes te doen en tegelijkertijd de privatiseren, de marktwerken, mensen harder laten werken, onzekerheid gecreëerd over levens, tot en met dat de vraag opkomt, gaan mijn kinderen het nog wel beter hebben dan ik? Dat voedt een verbittering, een woede die er is bij mensen en die kan twee kanten opgaan. Die kan zowel naar rechts als naar links gaan. En ik denk dat nog een factor is die mee heeft gespeeld in de snelle opkomst van de PVV, de enorme zwakte van links om hier uitdrukking aan te geven. Al helemaal bij de PvdA, omdat ze onderdeel zijn van het probleem, dat is de boede waar mensen zich tegen afzetten. Maar ook bij de SP, die maar, zeg maar het aan de ene kant sterk is op de sociaal-economische thema's, heel zwak als het gaat om het counteren van het racisme, wat gebruikt wordt om mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat is een van de een zwak links die niet meer in de antiracistische, ook antifascistische tradities staat, heeft mede mogelijk de ruimte gemaakt om voor de PVV om op te komen. Nou, dan komen we bij de laatste vraag. En ik denk ook een van de hele belangrijke die eraan gekoppeld is. Van oké, wat betekent dit nu voor wat we zouden moeten doen? Wat is nou het antwoord? We zien het gevaar. Wat moeten we doen? En ook hier, ik denk dat de analyse bepalend is voor de strategie. En als de analyse is, er is een gebrek aan beschaving of ongecultiveerdheid, zoals u dat noemt, en waar de elite moet weer aan beschaving gaan doen, dan, en een moreel appel in zekere zin aan de maatschappij om zich hier niet mee te bezigen, dan denk ik dat de plank mis zal slaan, dat het niet effectief genoeg is. In de eerste plaats omdat ik denk dat de elite zelf onderdeel van het probleem is. Geen enkele, maar ook niet als ze gecultiveerd zouden zijn, is dat op wat voor manier dan ook maar een garantie dat ze niet uiteindelijk fascisme zouden steunen. Kijk naar het Koningshuis. Ik wil niet zeggen dat die gecultiveerd zijn, maar dat is wel wat mensen misschien bij een soort van gedachten die we hebben. Maar ook dat elite, als je dat niet cultureel definieert, maar sociaal economisch, die zijn de voedingsbodem aan het creëren hiervoor, door de zekerheden bij mensen weg te slaan. Dus ik denk dat daar beperkingen aan die strategie zitten. En dat ik zou willen, drie dingen die er volgens mij, in ieder geval uit onze analyse, volgen van wat er zou moeten gebeuren. Ten eerste, het beestje bij de naam noemen als het gaat om racisme. Islamofobie is het nieuwe racisme. Dat is iets wat links erin zou moeten hameren in plaats van mee te gaan over dat het toch een vorm van religiekritiek zou zijn. Mensen discrimineren op een eigenschap die ze van geboorte af meekrijgen, is discrimineren op afkomst, is dezelfde sociale dynamiek als racisme. Twee, wat we nodig hebben is een beweging tegen racisme. Het moet niet alleen maar bij woorden blijven, er moet ook actie gevoerd worden. De reden dat de EDL en de BNP in Engeland zijn teruggedreven, is dat op delen van links dat toegewijd zijn aan actieve tegenmobilisaties. Overal waar zij de straat op gaan, overal waar de uitingen van racisme zijn, zijn er campagnes die daartegen ingaan. Dat is het tweede wat we hier ook in Nederland nodig hebben. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar daar moet een opbouw in zitten. En als laatste, als er ook niet een strijd wordt gevoerd tegen de voedingsbodem, en dit is op het sociaal-economisch terrein, als er niet wordt gevochten voor de banen bij Netcar, tegen de bezuinigingen, tegen de miljarden die naar de bankiers gaan, als links dat niet doet, geeft dat de openingen aan zondebokpolitieke Wilders om met zijn anti-Griek of weet ik wat verhaal allemaal te komen. Een sterke beweging voor solidariteit, voor het terugvechten tegen bezuiniging, dat is een beweging van hoop die we nodig hebben tegenover de politiek van de wanhoop. Thank you.